hebben wij diploma-uitreiking van Stan. We zijn bijna compleet. Of een tattoo of een piercing. Nou, bij de bakkerij zijn ze ook al. Er waren altijd wel heel leuke antwoorden tussen van sommige leerlingen. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Wij zijn vanuit de camping naar school gegaan. Ik heb thuis gewerkt, Jan is ijs gaan draaien. En na schooltijd de kinderen weer opgehaald. Stan is ook gezellig mee geweest om de kinderen op te halen. Wat ben je aan het doen? Ik ga lasagne maken. Ruikt wel lekker, hè? Ja, Jan is weer aan het werk, dus ik had gezegd dat ik wel zou koken vandaag. Want Guusje heeft de musical vanavond om 7 uur. En dan gaan opa en oma naartoe. Eline, Nout en Teddy. En daarna hebben wij diploma-uitreiking van Stan. Dus daar gaan wij naartoe. Dus we moesten vroeg eten. En papa is nog steeds in Etten-Leur. Stan die ligt even te slapen. Want die heeft ook gewerkt vandaag. Jullie mochten daar ook naartoe. Waar naartoe? Wij gaan morgenavond. En jullie hebben dat verklapt? Ja, dat moet je niet vertellen. En het eten staat op. En het is wachten, mijn gezicht ziet er niet uit. Ik heb ook helemaal geen make-up op, want dat heb ik hier helemaal niet op de camping. Ik heb heel veel uitslag. Ik heb heel vandaag wat crème gehad van mensen die mijn verhaal hadden gelezen over eczeem. Dus ik heb sea butter en frambozenzalf gehad. Dat heb ik opgesmeerd en het jeuk is al wel iets minder. Dus we hopen dat het wegtrekt. Uitslag. Ik durf het alleen niet zo goed in mijn gezicht te smeren. Maar ja, mijn gezicht is ook, kijk hier zo. Ik zou nu hier. Mijn ogen altijd, maar dat is van de hooikort. Ik heb zo'n serumpje, dat zorgt ook voor een betere huid. Ja, maar daar kan ik allemaal niet tegen. Tegen dat wel, denk ik. Ja, maar als ik er niet tegen kan, dan zie ik er zo uit. Dus moet ik altijd eerst tegen wat kan je allemaal niet? Nou, eigenlijk alles wat geparfumeerd is of vettig of... Dat ligt bij mij met fietsmarkt. Maar goed, fietsmarkt zijn bij zwembad, laat maar. Moet je het straks wel even halen? Ja. Ik ga zelf verder met mijn lasagne, want anders dan verbrand te voelen hier zo. Ja, wij mogen lopen naar de tentstand, die moest in een zaaltje. Ja, dan krijgen ze die muts op natuurlijk. En wij lopen hier de verlaten school. Ze zijn aan het verbouwen, dus de school weer helemaal anders. Ja. En daar is de tent. En de tent daar is de uitslag zometeen. Uitreiking. En dan is daarna nog een drankje voor de ouders en de kinderen. Was het bij Eline toen ook zo warm in die tent? Ja. Ja? Ja. Bij Merel was het ook al in die tent? Nee, bij eentje was het in die collegezaal toch of niet? Dat was allebei in die tent. Dat was allebei in de tent. Oh. Was goed. Het is een jaar geleden en het is gewoon alweer. Gewoon nee, was er bij allebei vorig jaar. Ik zet dat niet maar uit. Ik ben net een ijzer van de trein. En dan zie je.
Waarom mag ik niet vapen op het toilet? Waarom doet ik niet gewoon even een dagje ziek zijn? Waarom moet ik mijn telefoon inleveren? Wanneer doen we nou weer eens iets leuks? Wanneer gaat de witte villa weer eens horen normaal? Jullie zijn toch altijd op mijn kinderpost? Hangen de meest naar je ouderpost? Ik heb dat allemaal nieuw, wat zijn dat buiten in ons? De partner is van jou. Maar we hebben mensen verdeeld en onder die categorieën mag je zo meteen naar voren komen. Oh, er zijn trouwens wel leuke foto's van Apeldoorn. Ja, de pitten, ja. Als school wordt er niet weer een geboel. Dat was bij het gala. Jullie dachten, ja, die fotoboete en niemand ziet die foto's. Jawel. Maar middelvingertjes erbij. Hé, Jan. En vorig jaar ook, heb je me verteld. Je hebt me verklapt dat je eigenlijk gewoon helemaal stiekem niet geleerd had. Nee, tuurlijk niet. En over een fluitje gesproken, fluitje van de cent. In je vrije tijd ben je ook nog flink aan het trainen op de hockey, heb ik gehoord, de scheidsrechter. Dus bezig bij, had je ook bij gekund wat dat betreft. En dan ook nog tijd om lekker chocolaatjes te maken voor mevrouw Van Dongen en mevrouw Daalman. Nou, ik kon ze wel waarderen hoor. Dus, wij wensen jou in ieder geval heel veel succes op jouw opleiding. Ook de manquette op Curio in Breda. Dus we gaan zitten. Ja hoor, Rot. Toch leuk? Wel. Nee, Martijn, ik zal de reactie van jou nooit vergeten toen ik jou belde. Nou, je bent geslaagd. Oh. Oké, doei. Nou, dat typeert wel een klein beetje hoe jij bent. Hè? Lekker nuchter, lekker droog en met beide benen op de grond. En ja, je stond op het werk, hè? Zo simpel was het gewoon. En ja, je hebt dan al een hele tijd, hele koos heb je je zinnen gezet op defensie. En ja, je gaat ook opleiding doen tot onderofficier. Dus ik wens jou heel erg veel succes erbij. Mag ik het tekenen? Avond? Ja. Middag. Ja, kwart voor vijf. Middag, avond, iets. We zijn bijna compleet. Wachten nog op Nout en Teddy. Zeker meegekomen met Nijland. Zeker Junior die is ergens. Fietsen. En Merel is nog op vakantie. Wanneer komt die morgen? Oh, die ruilen. Ja, jullie zien elkaar nog maar eens. Zij landt om 9:30. En zij vertrekt om 7:00 morgenochtend. Merel en Johan. Oh, en ik had nog een volger, die woont in Gersonisos. Oh! En die zei: als er nou echt iets is, dan moet je me een bericht sturen, dan zorg ik dat ze geholpen wordt. Mocht er echt iets zijn, dan ja, want wij zijn wel met z'n tweeën, dus je weet het nooit, hè? Als er echt iets is en je hebt een volwassene nodig voor iets, dan moet je mij bellen en dan stuur ik haar een berichtje, hebben afgesproken, en dan helpt zij jullie. En als je de weg kwijt bent. Bio of zo was heel leuk. Bio. Een club of iets. Maar, en ze zei ook als tip, zorg dat je voor 4:00 het centrum uit bent. Want na vier uur s'nachts is het er echt niet leuk, zei ze. En wat is er dan niet leuk? Nou, dan zijn Zelfen mensen echt allemaal vervelend en vechten en noem maar op. Ja. Dus, beetje spanning is ook wel leuk. Nee, maar ja, met z'n tweetjes is het misschien wel... Die doen dat toch niet? Nou. Nee, eerder die Nederlanders hoor. Ja, dat zal, ja. Maar zou het Nederlands ook wel zijn? Het advies was, als je dan daar met z'n tweetjes bent, om dan voor die tijd daar wel even weg te zijn. Ja. Dus het advies van jouw moeder. Dat is de tip van de dag. Advies, ja. Ja. En zij woont daar echt in het centrum, dus zij weet het wel. Ja. Ja? Sowieso is het gewoon Griekenlands te gewoon. Zo, is dat euro? Kan ze niet goed slapen, denk ik. Ja, ik weet niet. Maar ik vond het wel heel lief dat ze het stuurde. Want ze zei dat jij naar Gersonisos ging.
er was al commentaar op van, oh, mag ik ze daar alleen naartoe? En, ja. Dus ja, ik deed dat ook op die leeftijd. Ja. Ja, nou ja, er zijn tieners die daar niet mogen. Ja, ja. En de vraag is, dat maar dat is de keuze van hun ouders. Ik heb ook vrienden die daar niet mogen, maar ja. Ja, sommigen mogen het wel. Ja, ja. Dus, ik zeg, ze is verantwoordelijk genoeg. We weten echt wel wie we wel en niet laten gaan. Ja? Ja, Floor zou nog niet mogen, nee. Nee, nu niet, nee. Tuurlijk niet. Best logisch. En vorig jaar in Nest is ook goed gegaan. Dan zei ook iemand, ik ben benieuwd als ze nu mee thuis komen, wat voor tattoo of een piercing. Nou, bij de bakkerij zetten ze ook al. Ja, en wat ga je doen? Ik zit nou... Dus nog een competitie. Ik denk lippen. Ik denk lippen. Botox. Wow. Ja, botox. Dat zou denk ik wel de eerste optie. Dat zou ik dus echt niet doen, hè? Ik zou het nooit in zo'n land doen, nee. Nee, dat zou gewoon in Nederland doen. Als je dat doet, doet dat dan. Ja, als het fout gaat, dan zit je daar. Hè? Istanbul. Ja, en dan heb ik zulke lippen daar. Istanbul. Ja, heb je als ik lukken, joh. Loop jij heel zo. Nee, dat nou, en Jan is dus inmiddels ook terug van het ijs maken. Lekker een takje ijs geraakt. Floor, die heeft het reuze naar de zin op de camping. Die wil blijven, ja. Die heeft allemaal weer vriendinnen gemaakt. En die wil ook als we terug zijn. Uit Spanje wil ze ook naar de camping. Ja, lekker. Ja, het eten nou, is klaar. Op mijn, toen ik hier was, waren alleen maar tokkies en rare mensen. Mm. Ja, dat is toch zo. Nee, ik zeg niet dat tokkies rare mensen zijn. Tokkies en rare mensen. Mm. Nou, Floor heeft het heel erg naar zin. Bedankt voor die informatie. Het eten is klaar. En als jullie eten klaar, dan doen we altijd gelijk aan tafel. Ja. Mijn eten staat hier al 10 minuten. Nou, ja, maar dat is goed. Dat lasagne helemaal niet erg. Papa heeft het uit de laat maar even zien wat je gekookt hebt. Dan ja, lasagne, dat blijft heel warm. Want is dat toch het is heel bijzonder hè, als ik heb gekookt. Dus, ja, het ruikt nou. Lasagne. Stokbrood. Heb je die zelf gebakken? Ja, wist je niet hè. Tomaat, mozzarella en... Meloen! Zelf gesneden. Oh, ook zelf gekweekt? Zo! Echt? Zelf gekweekt? Ach jongen. En zo meteen is het de musical van Guus. Dan gaan Eline naartoe en naar de Teddy. En wij gaan naar de diploma uitreiking. Ja, ik kan niet mee hebben met Stan! Wat gaat Stan doen? De diploma uitreiking. Oeh, spannend. Moet je hier even iets in een pak of zo? Nee, dat was te warm. Dus hij maar dit ga je toch niet aan doen? Waarom niet? Waarom niet? Iedereen, niemand gaat iets heel chiques aan. Ik krijg zo'n hoedje. Hij heeft het toch gevraagd. Ik krijg zo'n hoedje, ja. Ik kreeg dat ook. God. 6:30 en om 7:00 is de examenuitslag van Stan. Nee, je hebt nog altijd ben al geslaagd hoor. Ja, de uitreiking. Dus wij gaan naar de uitreiking en hier, deze drie die blijven hier op de camping. Floor is de oppas van vanavond, dus we gaan lekker Henry Dinger kijken. Henry Dinger. Dit is Lego. Nee, oh, Lego. Ninjago. Louter is er ook nog met een Ted. Ja, die gaan zo meteen naar de musical van Guus. Ja, dus dat is allemaal net iets te veel gepland. Nou, Junior moet even afscheid nemen van zijn moeder. Wij gaan helemaal naar voor Stan. Gaan ze allemaal foto's van toen je Brugsmurf was, Stan. En, ja, dat is bij iedereen, heel jouw klas. Maar Eline is het op TikTok zien. Nee, en ze hebben ook vragen gesteld, denk ik. Aan jou? Van wie vind jij het knapste meisje? En wie heb jij geantwoord? Niemand. Mezelf. Oh, ik ben toch geen meisje? Oh. Maar heb je niemand? Nee, maar ze vroegen ook aan wie van je leukste docent en zo. Ja, dus dan krijg je allemaal antwoord op die vragen. Er waren altijd wel heel leuke antwoorden tussen van sommige leerlingen. Ja, dat geloof ik ja. Dat is niet een spinnenweb of zo. En de een doet de heel serieuze antwoorden en de ander die maakt de leraren belachelijk, zeg maar. Ja, dus dan wie vind je de knapste? Nee, jullie weten wel wie mijn favoriete leraar is. Een juffrouw die niet knap is bijvoorbeeld. Meneer Ros. Ja? Mijn favoriete leraar, dat weet je toch? Favoriete leraar, meneer Ros. Zal ik maar achterin gaan dan? Ja, jij hebt kleinere benen. Zo. Hij gaat niet open. Wat een privilege. Hij heeft wat? Hij heeft de sleutel. Ik heb helemaal niet de sleutel. Oh, dacht dat jij niet de pakte. Ik heb de sleutel. Heb jij de sleutel? Ik heb jouw sleutel gekregen, maar ik ga niet open bij mij. Moet je even klikken. Ja. Hij is open. Je deur stond nog open. Oh. Nou, wij komen net terug van hoe heet de het grote uitslag. Diploma uitreiking. En, zeg ik het weer fout, uitslag. Ja. Hier zit die in. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Dat kan je laten zien. Dat kan wel. Ik weet niet of het interessant is. Kijk, hier diploma. Oh, dan hebben we een cijferlijst. Zo. Dat is een beetje wiebelig. Je kan hem op pauze zetten. Je moet eigenlijk dat boek laten zien waar je in staat.
Dan moet je even zoeken. Ik heb net zoeken. Mama zit achterin. Die heeft zich opgeofferd voor jouw lange benen. En voor mijn lange benen, want ze had ook kunnen rijden en kunnen zeggen remmeren. Hier de blik! Hier kun je mooi mijn verhaaltje lezen, als hij niet zo wiebelig is, hier op deze. Ja, anders lees je hem even voor. Dat is veel te lang, man. Er zitten allemaal namen in van andere mensen. Maar ja, dan kunnen ze hem trouwens ook lezen. Dus maar niet. Nee, dat maakt niet uit. Maar ja, anders is dat wel veel. Je ziet allemaal ouders met hun zoon of dochter lopen die bij de uitreiking geweest zijn. Ja. Het was, duurde wel lang voordat iedereen aan de beurt was. Maar het was wel gezellig op het einde, nog gekletst. En nu rijden we naar huis. Ja, weer eentje van de middelbare. We hadden net uitgerekend dat we nog 7 jaar naar de basisschool moeten. En dan, ja, de middelbare, dat weet ik dan niet, nog niet helemaal. Dat duurt nog veel langer. Maar ja, het zijn er toch alweer 3 klaar. Als het goed is, volgend jaar de 4e. We zitten op de helft gewoon al, Jan. Ja. Als Nout volgend jaar slaagt, zitten we op de helft die al middelbaar zijn. Ja, elk jaar denken we weer dat hij het niet redt. De tweede dachten we al dat hij niet over zou gaan. De derde dachten we al dat het spannend zou worden. En hij heeft hij toch weer gedaan. Dus. Ja, op het nippertje. En de vierde is wel lastiger dan de derde. Ja, die vierde wordt wel spannend. Want als ik nou zijn cijfers zie waar hij mee zijn examens in gaat al. Zo'n PTA's. Ja, dan moet hij nog even hard werken. Ja, ik ging mijn PTA's in met allemaal 8's en 7's. Hè? Oeh. En voor wiskunde zelfs een 9. Volgens mij had hij echt al wel een paar onvoldoende. En er waren er heel veel die voor de bakkerijopleiding kozen in jouw jaar. 1, dat is heel veel. Ja, ik normaal is het geen. Vorig jaar ook iemand, hè? Ja, vorig jaar ook 1. Eline. En daar ook 1. Dus, ja, ik zit ook maar met 5, 6 andere mensen in die klas ofzo. Assistentes. Marketing, social media. Ja, die evenementen. Ja. Ja, we moeten thuis nog even wat pakken. En dan gaan we weer naar de camping. Dus ik doe even illegaal parkeren. Oh. Dat goed. Heb je deze auto wel eens een boete gehad, Tess? Nee. Oh, dan mag je een boete gehad. En dan mag je een boete krijgen dan. Wij zijn weer thuis. Al even. We hebben lekker televisie gekeken, Sofietjes in bad geweest. De kinderen slapen allemaal al. En wij gaan ook slapen morgen weer vroeg dag. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe!